Lise neemt afscheid van de ex-Kiliek. We wensen hen alle succes toe, maar we gaan ze missen. Deze beelden zeggen duidelijk waarom. Was Lise uitgefeest? Dat was de vraag. Alvast een eerste verwittiging met een mooi omhaal van Shendri. Net over het doel van Kujovic. Maar ja, Lise is inderdaad uitgefeest. Kijk maar, Erik de Vlaandre bedient Mensa. En kijk goed wat die doet van op 30 meter. Een mooie lobbal over doelman Gregory Delwarte. En een wereldgoal voor Lierse. 0-1. Een wereldgoal voor de wereldploeg. Want dat is toch wel ongeveer wat Maghet Sammy met Lierse wil worden. De 2000 fans uit Lier kunnen een eerste keer juichen. 24e minuut dan aanval Oostend. En dan een duwfout van Camacho op Zoko. En wat doet Philippe Flamand? Hij wijst naar de stip. En wel hierop. Om deze vrij lichte duwfout toch wel van Camacho op Zoko. Zoko gaat die strafschop zelf nemen. Oog in oog met Kujovic. Maar Kujovic pakt. En zo blijft het 0-1 bij de rust voor Lierse. De tweede helft dan met een mooi ingestudeerd nummertje. En meteen al de 0-2. Mooi werk van de kampioen. 1-2. 3 en 0-2. Het is weer feest achter het doel. Lierse bijzonder dominant na de rust. Jurgen Cavens hier met de 0-3 aan de voet. Maar het schot afgeblokt. Een hoekschop. En dan zijn we in de 20e minuut. Hoekschop. Bal wordt naar achteren getrapt. Daar is Kevin Jansen. Slecht ontzet in de voeten van Cavens. En daar duikt Racinski op aan de tweede paal. En hij zorgt voor de 0-3, Thomas Racinski. Felicitaties van Van Hemert, die de bal ziet overwaaien. Maar achter zijn rug, Racinski voor de 0-3 ziet zorgen. En Lierse blijft maar doorgaan tot vreugde en jolijt van de fans daar achter het doel. Mooie bal. Daar is Kevin Janssens aangespeeld door Racinski. En Kevin Janssens rolt de KVO-defensie op. En gaat vieren met de fans. 0-4. Ingevallen voor Gerry de Graaf. Bij de rust Kevin Janssens. 0-4. En dan het eindsignaal van Philippe Flamand. Ingetogen vreugde bij de trainer. Maar niet bij de spelers. Het minste wat je kan zeggen is dat Lierse in stijl het kampioenschap afsluit.